Het is hier dus helemaal vernieuwd. Hoe vind je het geworden? Ik vind het wel heel mooi. Ik vind het heel mooi. Vroeger was het een voetbalveld, maar nu is het echt mooi met natuur. Waarom vind je het zo mooi? Eerst zat hij helemaal afgesloten. En dat vond ik altijd vervelend. En die hadden allemaal van die grasheuveltjes en dat vond ik ook niet leuk. Ja, dat er gewoon veel groen is en dat er veel gras en veel plant is en zo. Ja, en wat vind je hier echt de allerleukste om te doen van alle nieuwe dingen? Dat denk ik wel, het parcouren. En wat is dat precies? Dat moet je ergens over wiebelige planken. Schommel op de schommel en ja, van alles wel. Nou, wat hier vernieuwd is, is eigenlijk het hele plein. Dat is vernieuwd. De bankjes die hier staan, die zijn allemaal nieuw. Bovenop de waterbekken, opnieuw gras aangelegd, een wandelpad aangelegd. En wat jullie hier achter mij zien, het natuurlijk spelenpark. En waarom hebben jullie gekozen om hier die speeltuin ook te bouwen? Dat was eigenlijk ook een initiatief vanuit de Vrijnetschool. Want hoe mooi is het als je hier een mooi speelpark hebt. Je wil mensen hier verbinden en bij elkaar brengen. Dus als er voor de kinderen wat te doen is, is dat alleen maar mooi. We hebben hier de watertoren en het idee was, daaromheen moeten we iets creëren om de mensen bij elkaar te brengen. En in hoeverre zijn jullie tevreden met het resultaat? Wij zijn er heel tevreden mee. We hebben hier een hele mooie plek kunnen creëren waar we zelf ook veel gebruik van hebben gemaakt met evenementen en activiteiten. Dus voor ons is het heel succesvol. Welk cijfer zou je deze plek nu geven op de schaal van 1 tot 10? 9. Een 10. Een dikke 10. Een dikke 10? Ja, zeker weten.